I'll make a brand new start of it. Hallo lieve mensen, welkom bij alweer een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. Ik zou eigenlijk maandag beginnen met vloggen. Ik had het veel te druk, stage was begonnen. Ik ging naar mijn nieuwe appartement. Mijn stage is dus maandag begonnen en ik vind het super leuk. Maar ik moet er wel aan wennen. Hoge werktempo. Ik wil ook beter Engels kunnen spreken. Ik moet mijn hele plan ook in het Engels schrijven. Dus ik vind het wel een leuke uitdaging. Het is een marketing en communication agency in fashion. Ik mag ook meewerken aan high profile events. Dus denk aan New York Fashion Week. Begint volgende week al. En ik ben ook echt zo excited voor deze ervaring. En ik hoop ook dat ik het kan vloggen. Want ja, zoiets wil je gewoon filmen. Dat is gewoon leuk. Nou, dit is mijn kamer. Super klein, maar wel cozy. Ik bewaar alles in mijn eigen kast. Ook gewoon papers en zo. Mijn nachtkastje. En dit uitzicht zie ik dus elke ochtend. Echt super mooi. Mijn huisgenoot kwam naar mij toe en hij zei: Dilara, hoeveel jij in 2 dagen hebt gepoetst, heb ik toch niet eens in 1 jaar gedaan. Ik dacht echt: are you kidding me? Ik sta nou op het dakterras van mijn hotel, jongens. En het is echt zo mooi. Ik heb uitzicht op Times Square. Het is vandaag min 15 graden. Maar het voelt op sommige plekken aan als min 25. Doorman beneden zei al tegen mij: Dilara, niet te lang buiten zijn, anders kan je nog frostbite krijgen. We zijn aangekomen in Nordstrom. Ik heb zo'n leuke dingen gezien. Gucci schoenen, Stuart Weitzman. Soms moet je echt geluk hebben, want ik zie wel eens op TikTok dat mensen hier gewoon Moncler jassen en zo vinden. Als je in New York bent en je bent op zoek naar mooie schoenen, kleding, dan moet je zeker hier zijn. Iemand interesse in mooie Gucci's? Dit zijn hakken van Stuart Weitzman. En deze waren dus $200, maar zijn afgeprijsd naar $30 op dit moment. Dan heb je hier echt heel veel soorten. Nordstrom is dus de normale waar dus geen kortingen zijn. En Nordstrom Rack is dus al die waar ze allemaal die kortingen hebben, zeg maar. Kijk hoe leuk deze handschoenen zijn. You're coming home with me. Ze hebben dus ook een DJ. Superleuk. Ze hebben mijn favoriete hakken nou ook in het roze, zie ik. Deze zijn zo mooi. We hebben hier een hele grote afdeling van Skims. Dames, ik heb het aangedaan. En het zit zo mooi. Het voelt gewoon niet alsof je iets aan hebt. Het is heel stretchy. Het maakt je figuur ook wel echt mooi. Nou, ik heb het broekje met het topje ook even geprobeerd. Maar ja, jullie zien het nou niet goed. Maar dit broekje lijkt echt alsof ik een mannenonderbroek aan heb. Dus deze ga ik niet meenemen. Ik heb 2 jurken van Skims gehaald. Eentje met spaghettibandjes en eentje met lange mouwen. Ik vind dat je bij al die andere producten alleen voor de naam betaalt en helemaal niet voor de kwaliteit. Je kan Skims ook gewoon naar Nederland bestellen. Hou er wel even rekening mee. Ik zou sowieso een maatje kleiner bestellen als je echt wil dat die jouw figuur shaped, zeg maar. Dit is Fifth Avenue. En je kan dit vergelijken met PC Hoofdstraat in Amsterdam. Als je hier in Fifth Avenue wonen, betalen $20.000 of meer aan huur per maand. Ik die ik al zo lang wil, heb ik gevonden. Dat zijn deze hier. Maar ik ga deze gewoon buiten aandoen. Dus ik ga even kijken of ze mijn maat hebben. I really like them. Ik heb het even geprobeerd. Ze zijn sowieso één veel te klein. Maar ik wil dus even kijken hoe ze eruit zagen. Alleen, ja, ze zien er dus echt super grappig uit. Ik ben een boekstore binnengelopen en ik heb dit boek gekocht. Unwinding Anxiety. Dit gaat over hoe je angst kan overwinnen, hoe je bepaalde dingen kan loslaten en hoe je jezelf kan verbeteren. Er staan heel veel tips in, dus ik neem deze mee. In Times Square is het elke avond super druk, maakt niet uit hoe laat. Ja,
Oké. Kijk, hij is echt erg. Deze mensen komen wel leuk joinen op de fotovideo. Maar ik klopte dat op mijn schouder en hij zei money. Dus niks is hier gratis. Pas daarmee op, ze laten ons echt niet met rust totdat je $20 geeft. Maar het is wel leuk dat ze even op de video zijn geweest. Ik ben eindelijk in mijn kamer en het is zo gezellig hier in de avond. Ik heb een kaarsje aangestoken, lampjes aangezet. In de avond ziet mijn kamer er zo uit. Echt super gezellig met al die lampjes. Ik heb ook daar een kaarsje aangestoken. Ja, dit is het uitzicht in de avond. En ik merk ook sinds dat ik hier ben, ik heel veel aan het leren ben. Ik ontwikkel mezelf. Ik leer nieuwe mensen kennen. Deal met situaties die ik dus zelf moet leren oplossen. Ik weet dat het goed gaat komen. Ik weet dat ik een superleuke tijd ga hebben. Ik sta er positief in. Lieve mensen, dit is hoe ik mijn vlog ga beëindigen. Ik wil jullie allemaal een hele fijne avond toewensen. En dat alles mag worden zoals ons hart het begeert. Dankjewel voor het kijken. Doei!